Hergebruik kun je op veel manieren opvatten. Je kunt bijvoorbeeld je lege colaflessen inleveren, je afval scheiden en je lege batterijen netjes inleveren. Maar je kunt natuurlijk ook oud materiaal weer gebruiken om iets nieuws mee te maken. En dit noemen we hergebruik. Iemand die dit doet is bijvoorbeeld kunstenaar Piet Hein Eek. Hij maakt van oud en lelijk steigerhout unieke meubelstukken. Eigenlijk maakt hij van iets ouds weer nieuws. Maar hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou, Piet die laat het zien. Hier kom je een beetje op de plek waar het hout verzameld wordt. Dus hier staan allemaal planken die overeind staan. En we hebben buiten ook nog heel veel grote pakketten liggen die door vrachtwagens aangeleverd worden. We gaan vaak ook zelf langs houtzagerijen of langs slopers om daar hout weer op te halen. En soms komen mensen langs die hele containers brengen of karren vol of wat dan ook. Het komt eigenlijk van overal vandaan. En van dat hout maken we allerlei producten. Het afvalhout wat Piet uitzoekt voor het maken van meubels wordt van tevoren speciaal bewerkt. Veel meubels zijn gemaakt van oude planken. En die plankjes die moeten eerst afgezaagd worden en netjes geschuurd. Daarna zoekt Piet de juiste kleuren bij elkaar om een strakke kast, tafel of stoel te kunnen maken. Want dat is eigenlijk de grote wedstrijd, is dit is een gerecycled product, hè. Hij maakt een trucje nu. En dat gerecyclede product, dat levert weer op zijn beurt weer afval op en dat afval gebruiken we nog een keer. Dus uiteindelijk gooien we bijna niks weg en gebruiken we de meest kleine stukjes hout waar nog verf op zit, gebruiken we nog voor tafels en stoelen en kassen. Ieder meubelstuk wat Piet heeft gemaakt ontstaat met een idee. En dat idee tekent hij. Ze noemen dat ook wel ontwerpen. Ik schets dus ook op allerlei papiertjes. En dan neem ik die papiertjes gewoon mee. En dan dan doe ik het in die map en dan herinner ik het me. Dan kan ik het meenemen. Want dan ik teken het totdat ik denk van, oh, dat is leuk. En dan gaan we het maken gewoon een keer. Combinaties en maatcombinaties en texturen, al het verschil. Hè? Een textuur heeft een ander gevoel. Dit is wat gladder, deze wat grover. Dus je hebt allerlei mogelijkheden om met het materiaal te werken. Nou, toen wij begonnen dacht iedereen dat we gek waren. En nu is het, nu loopt de halve wereld ermee te timmeren. Op de afvalafdeling wordt al het binnengekomen hout verzameld. Spijkers en schroeven worden weggehaald. Het wordt een beetje glad gemaakt. En van die stukken hout maken ze bijvoorbeeld een tafel. Die tafel bestaat uit allemaal losse stukken die als een puzzel in elkaar gelegd en gepast worden. Net zolang tot er een groot oppervlak is ontstaan. Oude stukken hout worden op deze manier gebruikt om een nieuwe tafel te maken. Als de kasten, stoelen of tafels klaar zijn, moeten ze worden afgewerkt. Eerst worden de meubels geschuurd en daarna gelakt in de spuiterij. En dan? Als die dan droogt, dan wordt die weer geschuurd en dan wordt die weer gelakt en dan wordt die weer geschuurd en dan wordt die weer gelakt. En dan doen ze minstens 8 keer en dan krijg je een hele dikke laag lak op die tafel. Dus een heel mooie dikke glans krijg je dan. Het hergebruik van sloophout is niet het enige materiaal wat Piet gebruikt. Ook van metaal maakt Piet meubelstukken. Hij legt zelf uit hoe dat in zijn werk gaat. Kijk, dit zijn allemaal reststukjes van metaal. En daar zetten we dan doosjes van.
En die doosjes die komen dan tegen elkaar aan, zo. En die hebben allemaal een verschillende maat. Zie je? En het verschil hier is 25 mm. Dus het is altijd 25 of 50 of 75 of 100. Dus dan maken we allemaal doosjes van 25, 50, 75. En als je hem dan in elkaar zet, dan kan je altijd met het laatste doosje kan je hem toch nog opvullen. Dus je gooit bijna niks weg en je kan bijna al het materiaal nog gebruiken. Dus ook voor metaal hebben we producten bedacht die helemaal samengesteld worden uit de meest kleine stukjes nog. En dat zijn hele mooie producten ook. Je moet altijd zorgen dat datgene wat je doet, dat dichtbij je zit. Dus je niet laten verlokken door dingen van buitenaf of invloeden van buitenaf. Je moet je eigen ding doen en zorgen dat mensen bij jou komen om jouw eigen ding, omdat jij bent en wat je doet. Het einddoel is een heel huis te maken van afval. En als dat klaar is, is het project afgerond, dan gaan we iets anders doen. Maar er is wel veel werk, maar dat is wel de bedoeling om te gaan doen. Hey joh.